Stine is niet de mol. Godsamme, Wouter. Nu ben ik al mijn punten kwijt. Ik ben echt geschokt. Mijn punten in de mol. Superleuk. 356 punten kan en nog 2 over omdat ik 1 punt op Olsen is. Stine is niet de mol. Jongens, wat is er gebeurd? Volgens mij zijn zoveel mensen gechoqueerd gisteravond. Ik ook. Al had ik ergens wel het gevoel dat er aankwam. Ik zei ook vorige week, zei ik nog eens van... Het zou me niet verbazen als Stine eruit gaat. En daarom moeten we een backup mol hebben. Maar dat het daadwerkelijk gebeurt, is natuurlijk een puntje 2. En man, dat was echt zo weird om te zien. Want ja, als je deze serie hebt gevolgd, waren er echt onwijs veel hints en aanwijzingen richting Stine. En zelfs met de dagboeken zou het niet op een andere manier gezien kunnen worden dan dat Stine de mol zou zijn. Maar zoals we het ook al met Klaas erover hadden, het voelde allemaal wel heel erg richting haar gepusht. Als in, het was wel heel erg overduidelijk op een bepaald moment dat ik en anderen ook wel dachten van ja, gaat het dit nou worden? Ik weet het niet. En uiteindelijk bleek ze het dus niet te zijn. En ik vind het eigenlijk heel erg leuk. Los van natuurlijk alle punten die kwijt zijn geraakt. Sorry daarvoor voor de mensen die zeiden van nou Wouter, door jou ben ik mijn punten kwijt. Sorry, ik probeer alleen maar de aanwijzingen en hints te vertellen. Maar ik vind het wel heel erg leuk dat ik nu weer zit van oh what? Wat is er gebeurd? We moeten een plan B vinden. En dat gaan we dus ook gewoon lekker doen. We gaan nu weer voor mijn gevoel opnieuw op zoek naar de mol. En dat gaan we doen met de 5 hints van vandaag. En we hebben best wel wat leuke hints ertussen staan. En ja, er zijn nu natuurlijk nog maar 4 kandidaten over. Dus het wordt wel spannend. We gaan kijken wie dus als laatste gaat afvallen en niet in de finale gaat komen. We gaan het allemaal zien, jongens. Laten we eerst lekker de hints bespreken van deze aflevering. Want zoals ik al zei, er zitten best wel wat interessante hints tussen. Want nu wordt het natuurlijk wel heel erg concreet. En daarom gaan we lekker beginnen met hint nummer 5. En hint nummer 5 gaat over de titel van de aflevering, namelijk Schijnwerper. En normaal schrijf je schijnwerper schrijf je aan elkaar. Alleen hier zie je dat het woord in tweeën is gesplitst, dat er een spatie tussen zit. En als je die spatie dus meerekent en je pakt de eerste 2 letters van elk woord, dan krijg je SW. Mochten dit nou heel erg toevallig de initialen van Simone Wijmans zijn, Wijmans is haar achternaam, dus wie weet staat SW wel gewoon voor haar schijnwerper. Ja, het zou ook kunnen slaan op Ruben die net deed, of tenminste die probeerde een pakketje te gooien, dus het was een beetje een schijnwerp. Daar zou het ook op kunnen slaan, al vind ik de hint richting Stine. Stine. Wow, shit. Nu zie je gewoon hoeveel impact het heeft gehad. Ook al vind ik de hint richting Simone ook best wel heel erg sterk. Jeez, ik moet gewoon helemaal afkicken van Stine benoemen bij elke hint die ik heb gezien. Laten we wel snel naar hint nummer 4 gaan en die gaat over Ruben. En dit was de opdracht waar ze al die aparte opdrachtjes moesten doen in dat verlaten gebouw. En daar was een van de opdrachten dat Ruben en Stine onder andere, ja weer Stine, dat Stine en Ruben gingen kijken hoeveel geld er in die kokers zat. Het lijkt een vrij makkelijke opdracht, want je ziet gewoon hoeveel plusgeld erin zit en hoeveel mingeld. Maar Ruben vond het op de een of andere manier niet nodig om het mingeld mee te rekenen, ook al zit het in die ton. Ik bedoel, anders als je alleen maar de plusjes moet optellen, is het niet zo moeilijk, toch? Maar ja, zijn beredenatie was dus om niet het mingeld mee te nemen. Kijk maar even. Van 100, ik zag briefjes van 50. Ik zag ook minbriefjes. Maar ja, dat is mingeld, dus dat telt niet. Het antwoord zou moeten zijn, volgens mij, 1330 euro. Dat voelt wel echt heel erg raar, want volgens mij was het niet een hele moeilijke opdracht. Je moest gewoon optellen hoeveel geld erin zat. En hij zei daarnaast van, nou ja, ik heb het opgeteld, het was niet het antwoord. Nou, nu heb ik echt geen idee wat het kan zijn. Ja, Ruben, misschien zou het kunnen zijn dat je gewoon het mingeld erbij moet tellen? Niet heel raar lijkt me. Dus dat vond ik wel verdacht van Ruben. Maar we gaan nu even naar hint nummer 3. En die gaat over Simone in de treinopdracht. En naast dat de treinopdracht gewoon voor mijn gevoel een hele leuke opdracht was. En de brugopdracht vond ik trouwens ook superleuk. Ik vond dit seizoen gewoon de opdrachten heel erg goed. Was het heel erg opvallend dat Simone aan het einde, toen iedereen de pakketjes ging controleren of dus de goede kleuren bij elkaar lagen, dat in Simone haar coupé gewoon 2 verschillende kleuren nog gevonden werden. Terwijl ze het volgens mij best goed in orde had. Je zag dat ze alles goed had opgestapeld. Ze heeft wel alles gezien. Heel erg overzichtelijk. En dan zitten er gewoon 2 verkeerde pakketjes. Moet je maar eens kijken. Toen hebben we elkaars wagons gecheckt. Hier, geel. Heb je geel nog? Oh, fuck. Ik heb dat pakketje echt niet goed gezien, want ik was zo druk bezig. Blauw ook nog. Oh. Lekker, Simone. En dat vind ik wel raar, want ze zat daar echt zo van, nou oké, ik ben klaar, ik heb alles 10 keer gecheckt, want dat lijkt me dat je dat doet als je tijdens een opdracht tijd over hebt. Dan ga je het in ieder geval nog 1 keer of 2 keer checken, maar ze zat echt zo van, nou ja, ik ben helemaal klaar en het is helemaal mooi en ik ga genieten van het ritje.
En dan vinden ze gewoon nog, oh hier, een blauwe. En oh hier, nog een andere kleur. Dus niet één pakketje die was weggestopt, maar twee met dezelfde kleur. Dat is wel echt heel erg raar dat ze dat niet heeft gezien. En dat Ruben volgens mij, en ik dacht dat Stine er ook bij stond, dat die het in één keer eventjes vinden en zeggen van, hey, dit staat verkeerd. Dat is wel heel erg raar. Sowieso had ik wel het gevoel dat Simone veel zat te mollen deze aflevering, maar dat doet ze ook in andere afleveringen. Want ook bijvoorbeeld met die lampjes erin draaien begon ze ook linksboven en ze was gewoon telkens de rij aan het afwerken in plaats van een beetje te zoeken naar waar het contactpunt was. Het voelt allemaal een beetje stuntelig bij Simone op de een of andere manier. En ja, dat ze dan weer de kamer uitrent en Jan dan alleen laat en een andere opdracht gaat zoeken waar ze toevallig drie mensen voor nodig heeft. Nou ja, zij is in de eentje, dus ze kan de opdracht niet doen. Ik weet het niet. Het voelt altijd een beetje raar bij haar. En dan gaan we naar hint nummer 2. En dit vind ik een best wel belangrijk hint. En die gaat over Stine! Ja, natuurlijk. Ik kon haar hier niet buiten laten. Want aan het einde, wanneer Stine was afgevallen, zei ze dat ze eigenlijk wel het idee had dat ze op de goede mol zat. En dat iedereen een beetje in diezelfde richting zat. En dat is wel een opvallende uitspraak om te doen. Want als we dan kijken op wie iedereen zit, dan zou dat in theorie moeten kunnen wijzen naar de mol. Moet je maar kijken naar dit stukje. Ik denk dat het een nek-aan-nek race is inmiddels. En dan kan één antwoord kan het verschil maken. Oké, nou ja, we gaan wel even kijken wie op wie zit. En dat gaan we door middel van een overzichtje even doen. Laten we beginnen met OJ. Ik pak even OJ erbij. OJ verdenkt Ruben en ging 100% op Ruben. Nou, oké, dat moet wel een redelijk duidelijke hint zijn dan. Jan verdenkt Simone en Ruben. Oké, dus weer komt Ruben terug. Ruben verdenkt Simone. Ja, nou ja, kijk, stel dat Ruben dus de mol zou zijn, dan zou hij zichzelf niet kunnen verdenken. Dus dat is op zich wel logisch. Alleen Stine weten we niet. Stine heeft niet echt gezegd op wie ze zat deze aflevering. Dus ik ging even de aflevering terugkijken, de vorige aflevering. En daar zei ze het ook eigenlijk niet echt. Dus dan ging ik nog een aflevering terugkijken. En toen zaten we dus in aflevering 5. En daar zei ze dat ze Loes verdacht, Jan en Ruben. Dus eigenlijk komt bij elke kandidaat, los van Ruben natuurlijk, komt de naam Ruben langs. En dat vind ik wel opvallend. Want ja, wij zien natuurlijk maar een gedeelte van de hele uitzending. Dus misschien is het voor hun wel heel duidelijk. Stel dat Ruben de mol is. Jongens, zet niet al je punten nu in. Ik ben niet aansprakelijk voor jullie punten. Maar stel dat Ruben de mol is, dan denk ik dat de kandidaten daar eerder achter zouden komen dan dat wij erachter komen. Omdat zij gewoon alles zien wat er gebeurt. Ja, de montage en de moldagboekjes willen overduidelijk andere mensen verdacht maken. Dat is op zich ook wel logisch, want als het alleen maar duidelijk was wat de molstreken waren, dan was het niet moeilijk. Maar ja, een tegending tegenover Ruben is dan weer dat in een moldagboekje stond dat hij of zij in de metro was geweest en Ruben was daar niet geweest. Maar aan de andere kant denk je van ja, in hoeverre kunnen we überhaupt die dagboekjes wel vertrouwen? Want ja, bij Stine klopt het ook niet. Dus het voelt alsof die informatie niet klopt. En ik weet niet of de makers expres gewoon valse informatie erin zetten. Of misschien zeggen ze ja, nee, maar je kan het ook interpreteren op die en die manier. Dus ik weet niet hoe dat precies zit. Ik ga voor nu denk ik in ieder geval de moldagboekjes buiten beschouwing laten. Want het heeft niet echt gebleken dat die per se de waarheid vertellen of de echte mol laten zien. Wat ik wel jammer vind, want ik was best wel trots toen we echt heel erg diep in die dagboekjes gingen zitten. En al die hints vonden die dus achteraf gezien niet kloppen, maar whatever. Dat vond ik in ieder geval wel een opvallend iets dat dus Stine zei dat ja, ze eigenlijk bijna zeker wist dat ze de mol al wist, maar dat iemand anders de vragen beter had gemaakt. En dat inderdaad iedereen eigenlijk Ruben wel een beetje verdenkt. Dus neem dat mee in je puntenverdeling. We hebben namelijk nog één hint en die is, ja, richting Ruben. Hint nummer 1 en die gaat over Ruben in de trein. En, nou tenminste, ik zeg nu wel Ruben, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Want op een gegeven moment zien we een fragmentje waar er een doos uit de trein wordt gegooid. En dan moet je maar even goed opletten, die wordt op een middenstukje aan de linkerkant gegooid. En die rolt daarna van de trein af, waardoor ze dus waarschijnlijk 1 of 2 pakketjes niet hebben kunnen inleveren. Zoals je zag kwam het pakket uit de middelste coupé. Dus we kunnen nu al zeggen dat sowieso Jan hem niet gegooid had. Want die zat helemaal in de achterste coupé. En hij werd naar links gegooid. Dus het zou wel heel raar zijn als Jan daar opeens zou staan en pakketjes daar aan het verplaatsen is. Maar degene die daar wel stond, die op dat, ja, zeg maar kruispuntje stond tussen de eerste en de tweede coupé,
Dat was Ruben. En Ruben die ging eigenlijk dus vanaf de middelste coupé, bracht hij ze naar de voorste coupé. Dus het zou niet raar zijn als Ruben zegt, oké, ik gooi wel even snel wat dingen. En dat hij dan toevallig dus het pakketje eraf heeft gegooid. Dat zou op zich een hele goede hint richting Ruben kunnen zijn. We zien natuurlijk niet wie het eraf gooit. Dat is natuurlijk ook nog even een puntje. Het zou ook kunnen zijn dat toevallig, ik weet het niet, Simone die kant op was gelopen. Of misschien was het Old Jay, want die zat volgens mij in de middelste. Dus het kan van alles en nog wat zijn. Maar het meest voor de hand liggende zou dus Ruben zijn die op dat middelste stukje stond. En hem dus de verkeerde kant op gooide, of tenminste de goede kant, maar van de trein afgooide. Waardoor het pakketje gewoon kwijt was geraakt. Nou jongens, dat was weer even een aflevering. Ik heb ontzettend veel zin in de volgende Wie is de Mol aflevering. Ik hoop jullie ook en ik ben heel erg benieuwd. Wie verdenk jij als mol? Laat even weten in de comments hier beneden. En knal dat duimpje omhoog. Dat zou ik super dope vinden als je dat doet. Volgende week komt er natuurlijk weer een video online. Dus zorg ook zeker dat je die checkt. Want dat is de laatste voor de finale. Dus dat wordt hartstikke lach. Ik hoop dat jullie een fantastische week hebben. Geniet van de volgende aflevering alvast. En ik zie jullie zondag weer bij een nieuwe video. Tot zondag mensen. Ciao.